Het gekraakte terrein aan de Van Ostadestraat in Amsterdam is vannacht door de politie ontruimd. Aanleiding was een vechtpartij in de buurt waarbij twee gewonden zijn gevallen. Nadat bleek dat de daders van de vechtpartij het gekraakte terrein waren opgevlucht, besloot de politie te ontruimen. Daarvoor is de ME ingezet. Vier personen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. Het gaat om krakers in de leeftijd van 30 tot 50 jaar. Een van de slachtoffers van de vechtpartij is opgenomen in het ziekenhuis. De andere is ter plekke behandeld. Het terrein wordt nu door een particulier bedrijf beveiligd.